jullie bij de derde en jullie bij de laatste. Om 9:00 ochtends stond juf Kelly Brouwer met haar leerlingen op het schoolplein. Op het programma stond lezen en schrijven. Nou, ze moesten een woordje pakken, ze gaan een parcours afleggen. Daarna zijn ze aan de overkant, lezen ze het kaartje, dus de drie woordjes. Dus je bent aan het lezen, vervolgens kiezen ze een woordje op die ze op moeten schrijven. En beginnen ze weer opnieuw. Dus ze zijn constant bezig, eigenlijk nog wel meer als dat je in de klas misschien bezig bent. Oké, Joanna, kom, laat horen wat er op je kaartje staat. Kom maar, laat het horen. Ja, kijk aan. Heel knap, en dan ga je daar je woordje opschrijven. De kinderen weten dat ze bezig zijn met leren, maar tegelijkertijd hebben ze het gevoel dat ze spelen. Met het mooie weer zijn de leerlingen enthousiast en hebben ze er zin in. Ik ben nu voor de eerste keer nu al op in groep 3 en we hebben al een hoop letters geleerd. En ja, en wat heb je geleerd dan allemaal? De k, de e, de r, de n, de m, de a, de o. Ik vind het hier leuk om al gewoon woordjes op te schrijven. Mooi. En ben jij nu aan het leren of aan het spelen? Leren. Wat heb jij geleerd? Alle letters. Wat er leuk aan is, is dat je allemaal woordjes leest en dan kan je het opschrijven. Doe maar, Nisa. Ik ben toch doodmoe. Ja, ik zie het. Ja, nou weet je wat het is? Ik ben ervan overtuigd dat kinderen meer opnemen, omdat ze meer geconcentreerd zijn. Als ze alleen maar leren van in de klas en van stilzitten, dan is de spanningsboog is nog maar kort in groep 3. Dus dan is de concentratie weg. Dus voor de focus en de concentratie is het heel fijn om heel veel af te wisselen en heel veel te bewegen. Oké, Lieke, kom maar. Wat staat er op je kaartje? Ja, we doen heel veel verschillende dingen. Met rekenen kun je bewegend leren doen. We doen wel eens een letter battle. Dan houdt iemand twee letters omhoog, moeten ze naar die letter toe rennen. Nou, de letter aantikken en er een woordje bij bedenken. Nou, er zijn echt 100 dingen te bedenken die je kan doen. En vooral met dit weer. En dit weer, nou, daar word je toch ook blij van, ja. En zou je dat ook vaker willen doen, dagelijks? Ja, eigenlijk doe ik het bijna wel dagelijks. Niet alleen hier op het plein, buiten, maar ook wel in de klas. Dus met alles wat we doen met lezen is het op de stoel zitten, op de stoel staan, op de tafel zitten. Heel veel afwisseling. Niet standaard op je stoel en woordjes lezen.